Wij staan hier met een man te praten, je bent een waanzinnig jasje aan. Ik sta en ik geloof tussendoor, sta ik gewoon lekker te pissen. En, maar, ik wacht wel even. Ja, jij wacht even. Ja, wacht even. En, ik film alles, hè. Ja, joh, maar je filmt jezelf toch niet? Ja, tuurlijk wel. Waarom? Ja. Wat vind je nou interessant hoor, dat je hier staat? Ja, ik vind het heerlijk, joh. Ik sta mezelf gewoon te pissen en daar sta ik gewoon te... Ga je jezelf filmen? Ja, ik vind het wel mooi. Dat heeft wel iets, vind ik. Maar wie lijkt dat dan zien? Ja, aan mezelf. Aan mijn schoonmoeder. Ja, je schoonmoeder zit daar wel op te wachten, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Oh! Ja, doe dat maar. Oh! Laat het maar flink aan je schoonmoeder zien. Oh, wat lekker. Hé, maar kijk, dit jasje. Dit hou ik van. Dit soort jasjes. Dat zou ik zelf ook aantrekken. En eigenlijk had ik ook zo'n apart jasje aan moeten doen. En het leuke van dit is gewoon dat mensen gewoon hunzelf zijn en niet plastic zijn, echt zijn, puur. En daarom hou ik van mensen die gewoon hun eigen ding doen en vooral hun eigen jasje aandoen wat ze gewoon willen. Ik ben ervan overtuigd, er loopt bijna niemand mee, er durft niemand mee te lopen nogmaals. En dit is het eventjes, jongens. Zo. Ja? Ja, 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 daar zijn we weer. Rob Plus. Hey, maar heeft hij een mooi jasje aan of niet? Kijk. Ah, het is wel verteld, ja. Ja? Ja, wij vinden zelf geen gelijk. Ja, echt wel. Maar wij vinden een beetje... Ja, wij zijn... Ja, als je het al vaak gehoord... Een beetje kansloos. Kansloos. Dat is de eerste. Maar dat moet bij, of niet? Ja. Hij is toch mooi, of niet? Ja. Hey, maar wij hebben het jasje gekocht. Heb je ook een andere bier? Even merk je zien. Geweldig. Ja. Nee, maar... Het is leuk. Waar woon je trouwens? Zelf, uit Geest. Ik woon in Amstelveen. Amstelveen. Amsterdammer. De jongen van de straat. Kijk. En ik hou van extreme kleding. Extreme kleding. Kijk, hé, hey, dat is mijn vriend. Jij zegt shit. Ik heb een jasje aan moeten doen. Jongens, hier Marcel Positivo, nieuws vandaag. En dit is een nieuwe vriend van mij, mijn kameraad. Omdat hij een mooi jasje in heeft. Het is een aardige jongen. En ik hou van mezelf. Je moet het leven niet altijd serieus zijn. Inderdaad. Top, topje. Dankjewel, man.